best wel heel erg laat in de nacht in de club gedanst. En ze wisten niet dat ze zo vroeg moesten. Ik ga ze wakker maken. Het is nu 7 uur 's ochtends. Om rondjes te gaan hardlopen. Dat vinden ze echt niet leuk. Kom mee. Goedemiddag, goedemorgen, wat mag de bestelling zijn? 3 Big Macs alsjeblieft. 3 Big Macs, ik ga ze even zoet overgooien. Zeg hoe het is. McFlurry. Wat voor saus wilt u bij de Kip Nuggets? Zuur of barbecue? Zuur. Zure saus, daar kan ik wel voor zorgen. Nee, nee, dat krijg je niet, ik weet het niet. Moet het allemaal in mijn achtertuin. Lekker bezig toch wel eens, even wakker worden en kleed even aan, we gaan hardlopen. Ik kan hem ook niet opbouwen. Over 2 minuten wil ik je zien, klop. Je ziet me toch al? Ja, domme man. In je kleding, schoen aan. Ja, ik moet toch naar binnen? Wat is dit allemaal voor omgein? Hier heb ik niet voor getekend, jij? Ik ook niet. Kom, wakker worden! Ja, weet jij waar mijn deken is? Nee. En mijn kussen? Nee. Heb je niet al mijn kussen geslapen? Zo, welke dekens? Oh, je bent echt een kleine jij. Ik heb alle dekens weggehaald van hun bedden. En alle kussens. Dus ik ben benieuwd hoe ze daarop gaan reageren. Ze komen natuurlijk hartstikke dronken thuis, dat weet ik nu al. Nee. Niet zo flauw, ik ga gewoon net zo lang. Kom op, sta op. Hé, kom op. Goedemorgen, lieve mannen. Goedemorgen. Wij gaan lekker hardlopen. Het is hier prachtig en dat wilde ik jullie ook even laten zien, want ik ben gisteren ook geweest. En het eerste stuk gaan we gewoon lekker met z'n allen. En op het laatste stukje gaan we per team een sprintje trekken. En het team dat er als eerste is, die punt telt mee voor de opdracht van vanmiddag. Wat een vlas. We hebben even lekker een rondje door de heuvelachtige landschap van Spanje gerend. De jongens zijn een beetje opgewarmd en nu zijn we aangekomen bij de sprint. Het gaat hierom dat het eerste team dat hier binnenkomt, nou ja, die heeft gewonnen, heel simpel eigenlijk. Maar wat ik heb gedaan, ik heb ze vastgebonden met een t-shirt aan elkaar. Dus ze moeten wel samen even hard rennen. Ik ben benieuwd, laten we maar gewoon gaan beginnen. 3, 2, 1, ja! Go, go! Ja, naar de baan! Kom op, mannen! Met de laatste stukje, Mannen, sloeg me! Oh, hou op! Hij sloeg me! We liepen tegen elkaar aan! Nee, helemaal niet, je deed dit! Hebben we de villa? Nee, alles gaat. Ik ga. Moet ik met 3 uur slapen? Want we zijn gisteren weg geweest! Heb ik wat? Maar dan is het best een harde rennen die ik ken. Nou mannen, voelen jullie al wat we gaan doen? Yes. Naar het waterpark toch? Ja, nee, ja. Jullie gaan 70 meter de lucht in. En of dat nog niet genoeg is, heb ik nog wat leuks verzonnen. In mijn handen heb ik 4 papiertjes met daarop een kleine som. Deze mag je pas openen boven op het plekje waar je straks aan afspringt. Als je deze al opent voordat je naar beneden bent gegaan, is het een punt voor de andere partij. En ik wil ook de som horen. De som plus het antwoord. Degene die wint slaat in de villa met een heel veel lekker eten. En de ander belandt in de tent met een avondje zonder eten. Dus weet waar je het voor doet. Geen eten. Maar deze mannen staan al een punt voor van het goede hardlopen. Dus succes! Doei! Doei! Attention, attention.
sorry. Sorry. You don't get your money back, honey. So try and get it. Yeah, die money kan gestolen worden. No, no, I'm not gonna do it, no. Ja, die t-shirt mol, het geld mol, ik ben... Oké, okay, nou, deze man heeft gesprongen, maar helaas, Nanne heeft niet gesprongen. Dus dat betekent namelijk dit. Je zou een punt krijgen als je überhaupt zou springen. En je zou een punt krijgen als je de som plus het antwoord goed uit zou schreeuwen, in dit geval. Jullie hebben 4 punten. En jullie hebben er maar 2. Plus de punt van het hardlopen. Dus dat betekent 3-4. Thanks, Nanne. Luister, deze hele week slaap ik sowieso in de tent, dus ik ga zomaar een worst wezen inmiddels. Dankjewel, Nanne. En slaap in de kast doe je toch al niet meer, dan ben je al uit. Oh. Ik smakelijk, jongens. Dankjewel. Dankjewel. Ik weet niet wat ik opkrijg, maar... Fuck you. Serieus? Ik ga vannacht gewoon nog een keer Oké. Okay. Uw naam alsjeblieft. Ja, dag. Een beetje saus bij? Hey, geef me gewoon normaal eten, wat is dit? 1 burger, kijk naar mij. Nou, vandaar die 1 burger. Ja. Zo, wij hebben lekker ons buikje vol gegeten. Ik heb me kapot gegeten. En we gaan nu weer snel terug naar Las Villas. Las Villas, zie je. De Villas, zie je. Superleuk dat jij weer gekeken hebt naar een aflevering van Ponkes en Jouret. Heb je helaas de vorige aflevering gemist? Klik dan hier links. En wil je de volgende aflevering zien? Klik dan hier rechts. Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren, duimpjes omhoog en laat me even weten wat je hiervan vond.